deze video geef ik al deze cadeautjes weg aan jullie. En we zijn nu gewoon in Lekkerkerk. En daar gaan we naar de allereerste die een cadeautje krijgt van de kerstman. Hallo Sophie. Hallo kerstman. Alvast veel fijne kerstdagen. Dankjewel. En ik heb een leuk cadeautje voor jou meegenomen. In mijn mooie kerstzak. Kijk. Show. Een kerstcadeau voor jou. Het Wie is de Mol spel. Nou, alsjeblieft Sophie. Dankjewel. En dan gaan wij snel door naar de volgende. Goedemorgen, het is nu bijna 10 uur en we zijn helemaal gerezen naar Oosterhout. En hier gaan we op zoek naar Arjan van Mollenjagers. Dus let's go. Nou, we zijn nu bij Arjan. En Arjan, ik heb een cadeautje voor jou. Yeah. Van de kerstmol. Eindelijk. Ik wil het even zoeken hoor. Ben ik stout geweest? Oh, ja, ik heb het niet. Ja. Nee, ik ben niet stout geweest. Ik is. Oh. Nou. Oh, jij bent net een import, wilde ik. Kerstman. Kerstman. Zou het zijn wat zou het zijn? Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Het zijn hondenschijfjes. Oh, kerstman. Oh. Kerstman. Oh. Kerstballen! Kijk! Zijn ze mooi? Ja, ze zijn mooi hè? Dankjewel kerstman. Ik heb ook iets voor de kerstman. Oh, maar de kerstman die krijgt geen cadeautjes. Maar toch wil ik de kerstman ook iets geven. Oh! Hallo kerstmol. Met dit kaartje willen wij jou bedanken en hopelijk kan je nog Maloten blij maken met het cadeautje. En het andere cadeautje is voor jezelf als aandenker van seizoen 23. Alvast een hele fijne kerstdagen en een heel voorspoedig 2024. Deze mag je doorgeven. Oh ja. Kerstman? Doorgeven. Aan zomaar aan iemand. Gewoon jou het gevoel mee hebt. En deze is voor jou. Oh. Voor een aandenker aan dit seizoen. Aan dit seizoen. En als je het goed weet, dan weet je het. Maar jou, ik zou voor je inpakken. Ja, hè? Ja. Ja, ik wist niet hoe ik hem met je inpakken, Kerstman. Niet? Het was rond. Dat had ik ook last van. Ja. Nou. Ken je hem nog? Ja, die ken ik nog. Ja. Het was hem alleen niet, hè? Nee. Dat is helaas. Maar dan, nee. Dankjewel. En dan nog iets. Deze. Mag je ook aan iemand weggeven. Oké. En dan laat ik aan jou over. Dat komt helemaal goed. Dat weet ik wel. Komt helemaal goed. Dankjewel. Alsjeblieft. Daarnaast heb ik 100 kerstkaarten geschreven die ik in 100 verschillende brievenbussen door heel Nederland zou bezorgen. Ja, hier. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. Ik blijf. Een beetje. Misschien wel. Misschien wel. Misschien wel. En we hebben maar liefst 33 huizen in Oosterhout blij gemaakt met een verrassingskerstkaart. En dan gaan we nu door naar Steenbergen. We zijn nu in Steenbergen en hier gaan we aan twee mensen een cadeautje weggeven. Dan ga ik eerst het cadeautje geven aan Lisa. Als nu. Oh, dat pakje. Oh, dat is echt heel gaaf. Dankjewel! Alsjeblieft. Dit is een leuke papier. Dankjewel. Alsjeblieft. Heel netjes. Heel netjes, niet keurig. Ja, precies. Heel voorzichtig. Dankjewel. Alsjeblieft. Ho ho ho. Voordat wij verder gaan met deze video, heb ik nog een molboekje over. En die kan jij winnen. Wat moet je doen? Abonneer op dit kanaal. Like de video en zet in de reacties neer waarom jij wilt winnen. De winnaar wordt bekendgemaakt op 30 december in de nieuwe video. Arjan van Mollenjagers, die had nog iets meegenomen. Meegegeven, een molboekje. En die krijg jij dan. Oh, dankjewel! Oh, ik heb twee dingen. Oh! Oh. Dankjewel! Oh, dankjewel Arjan! En dan heb ik voor Fiorenza ook nog iets. Ook van Arjan. Oh. Oh. Die is echt vet. Dat is echt heel cool. Oh, dankjewel. Ja, meneer Arjan bedankt. Dankjewel. Ik heb ook nog wat voor jou. Twee zelfs. Ja. Dit is van de opening, zeg maar de bekendmaking van vorig jaar. Die hingen tof, daar. Super.
opname. Bij de kisten. Ja, ja kisten. In Middelburg. Tof. Dankjewel. Alsjeblieft. En uiteraard gaan we nu ook weer wat kerstkaarten uitdelen in Steenbergen. Nou goed, ook weer een paar kerstkaarten verder. Maar dan gaan we nu door naar... Dit zijn twee kijkers en één van deze kijkers kan kans maken op een kerstpakket. Zometeen gaan ze een woordzoeker oplossen waar een oplossing uit volgt. Verder doen ze nog een aantal andere opdrachten om uiteindelijk uit te komen bij het kerstpakket. Die verzegeld is met een slotje. Dan mogen jullie blinddoek nu af en mogen jullie de woordzoeker gaan maken. Nu. Ja, ik denk dat ik daar gewoon daarin geloop, naar die... Is daar een tafel of zo? Ga ik daar gaan daarvoor? Ik ook nog controller staan. Ja, controller ook weer hier. Oh, dit is zo veel. Ik heb dit net gezien of zo. Oké, gaan we weer. A. Ergens. A. Arbeid, yes. Oh. Tim, ik vind het niet leuk. Ik hoop dat ik eerder kan lopen dan hun. Het is nooit makkelijk, dit soort dingen. Oh wacht, mol gevonden. Kijk, nu je erover praat, dan heb je hem, hè. Sok. Video's, weergave. Kijk, nu je erover praat, dan vind je hem. Oh. Zoek de kerstman. Dan moeten we Tim zoeken. K-E-R-S-T-E-E-Jo. Dus heb ik alleen nog maar... Dit is in ieder geval zoek de kerstman. Dat is de oplossing. Oké, ik denk dat hij op straat is. Want in het park zie je rood en wit veel te snel. We gaan niet rennen. We gaan pas rennen als we hem klaar zijn. Oké, ja, zoek de kerstman. Maar waar? Moet je het nou ergens zoeken naar een hint? Wel gewoon dingen te lopen. Nou Gio, dat zou ik je vertellen. Die zijn op dit moment keihard aan het rennen naar de waarschijnlijke verstoplocatie van de kerstman. Adem. Ik zie die ambulance daar. Die is voor mij. Wat is het speelgebied nou? Ja, ik denk dat we zo even die kant op moeten lopen. Ik denk dat die daar zo is. Bij de bosjes. Bij de bomen. Ik moet gewoon wat rood zien. Misschien een beetje hierheen lopen. Ik ben erg fanatiek met winnen. Als ik niet win, dan ben ik een week chagrijnig. Ja, ik hoop niet dat die ergens tussen de bosjes of zo ligt. Jullie zijn de allereerste. Goed zo. Heb je de woordzoeker kunnen oplossen? Ik ben boos op jou, man. Hoezo? Ik ben een lange woordzoeker, man. Ik kom de ene, ik staat nu zeg maar zok de kerstman. Ik was van waar is die E? Ja, waar is die E? Ja, die maar ja, je wist het wel. Ja. Nou, dat was toch alleen maar beter. Maar waar kwamen we vandaan? Is dat niet het metro station? Kom, we hebben het gewoon. Ik weet het niet, ik vind het heel leuk. En ik vond het een leuke opdracht. Mijn conditie is zoals je zag niet perfect. Je bent er! Je bent er! Ja, waar ben je helemaal geweest? Ja, we hebben echt gewoon alles rondgelopen. Alles? Ja. Alles rondgelopen? Ja, overal geweest. Overal? Ja. Gelijk alles gezien? Alles gezien. Nou, dat is toch alleen maar beter voor het spel? Nee. Niet? Oh. Nee. Nou, ik heb een slechte mededeling, want je was niet de eerste. Oh, echt? Ja. Dat betekent dus dat CM nu zo meteen een hint krijgt en dan gelijk weg mag. Mm-hmm. Dan moet jij dus even wachten. Oké. Okay. Zij krijgt voorsprong. Dan moet je jou meer zoeken. Niet mij. Zie hem? Ja. Naar de steiger. Nu. Oh. Maar dat is lastig. Ja, wacht maar even. Maar voordat we verder gaan, gaan we eerst Arielle even een cadeautje geven in IJsselstein. Goedemorgen, we zijn in IJsselstein en hier gaan wij Arielle ontmoeten. Of nou ja, ze staat al naast me en ik heb een cadeautje voor je, Arielle. Ja. Kijk eens aan.
echt, het komt echt goed uit. Ik ben out of sorts. Oh, yeah. En er nog twee! We zijn nu helemaal in Groningen en gaan nu naar Giovanni om hem het volgende kerstcadeau te geven. Dankjewel. Alsjeblieft. Mag ik openmaken? Nou ja, het is wel leuk. Het is wel leuk. Oh, wat leuk. Dankjewel. We zijn nu helemaal in Krommeny en hier gaan we Kim een cadeautje geven. Nou, we zijn nu bij Kim en Kim, hallo! Ik heb een cadeautje voor je meegenomen. Wat leuk! Ja. Het is ook helemaal leuk ingepakt. Tuurlijk! Wauw, dankjewel. Oh, een Tim sticker. Ja. Die ga ik echt in mijn kastjes ophangen. Mijn vitrine kastje met allemaal Wie is de Mol dingetjes. Oh ja. Dus die moet ik daarbij natuurlijk. Oh, ja. En het is... Oeh, leuk! Wie is de Mol spel? Die had ik nog niet. Daar ben ik echt blij mee, dankjewel. Ik heb ook wat voor jou trouwens. Oh? Ja, maar ik moet het wel even van boven pakken. Dus dan ben ik zo terug. Spannend. Ja! Je kan helaas niet de trein er terug meenemen, maar ik denk wel dat het leuk is. Mol gaat uit Georgië. Tof. Jij doet natuurlijk ook de Mol België. Zeker. Daar heb je ook troeven. Zeker. Hoi joh. Ik heb een pasvraag en een vrijstelling voor jou. Dankjewel Kim. Ja, nu heb jij ook weer je collectie compleet. Ja, die gaat heel mooi in de achtergrond. Ja, dat dacht ik al ja. Thanks. Alsjeblieft. We zijn nu in Zutphen en hier is Rosanne. Hoi. Hallo Rosanne. Hey, ik heb een cadeautje meegenomen. Nou, wat leuk. Nou, alsjeblieft. Dankjewel. Nou, kijk, wat leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. Veel plezier, man. Dankjewel. En dat was de allerlaatste die een cadeautje kreeg van de kerstman dit jaar. En dan gaan we nu zien wie het kerstpakket gaat winnen. En dit is de eindlocatie van het kerstpakket waar de allereerste deelnemer kan proberen om hem open te krijgen. Gio, je mag nu. Echt? Gaan. Oké. We gaan dus nu naar die steiger. Ik ben even aan het nadenken hoe we daar het beste heen kunnen. Wat is een foto? Van wat? Wat is dat? 1, 2, 3. Hier zit. Dat je daar 6 toch? Of meer. Los alle puzzels op hoe vindt. In het speelgebied. Hoe? Wat is dit? Ja. Weer terug. Open, maar is het een envelop? Het is wel een envelop. Oh wacht, hè? Yes. Met de straat hier achter zie ik staan. Als je hier rechtdoor, zeg maar ook het park uit, daar. Gewoon door tussen die huizen door en dan heb je daar tot klein. Eens even kijken. 7 min 4 keer. Dat kan toch niet? 12. Plus iets. Die vraagteken, die is gelinkt, denk ik, gelinkt naar die vraagteken daar. Ik weet het niet. Okay, we hebben 2 cijfers gevonden. We moesten naar deze plek toe.
Wacht even. Kijk dan. Gewoon een F op. Met nummer 1. Oh, 1, 2, hint misschien of zo. Ik ga hem heel lelijk scheuren als ik. Oh, scheur het hele ding ook af. Dat is niet de bedoeling, Gio. 8. Dus we hebben nu 6 en 8. Zijn het niet gewoon dat we hier ergens misschien moeten zoeken naar biertjes of zo, waar dan waar je dit op ziet staan, of moeten we dat het nog daar uitrekenen? Daar is Tim! Wat? Hebben jullie alle enveloppen gevonden? Twee enveloppen. Maar ja, het zijn 3 cijfers. Mag ik gewoon gokken? Nou ja, dat moet je dan maar doen, hè. Yes! Ja. Ah. Gewoon. Ik kan niet meer. Alsjeblieft. Dankjewel. Hij is van jou. Dankjewel. We hebben in deze video 8 molloten in Nederland een cadeau gebracht. We hebben 100 kerstkaarten geschreven en die bezorgd in heel Nederland. We hebben 10 vrienden een cadeau gegeven, een klein cadeautje. We hebben kerstzakjes op straat neergelegd voor de leuke vinder. En we, tot slot hebben we een kerstpakket weggegeven aan degene die als allereerste er was. En wil ik heel erg bedanken voor deze video, maar we hebben nog iets. Want we hebben nog geen 10 cadeautjes weggegeven aan vrienden. We hebben namelijk nog maar 7 cadeautjes weggegeven aan vrienden. En dat betekent dat er namelijk nog 3 over zijn. Dus die cadeautjes gaan we even uitdelen aan 3 cameramannen. Hey. Ik wil jullie bedanken. Tijmen, bedankt. Anthony, jij ook bedankt. En Marco. Ja, sorry Marco, ik heb ook een cadeautje voor jou, dacht ik. Hey. Bedankt voor het kijken. Like en abonneer. Laters.